Vrijdag vond de derde bijeenkomst plaats in het kader van de coalitiebesprekingen. Er waren deze dag twee partijen uitgenodigd, zijnde D66 en VVD. Namens D66 spraken Wouter van Lidde-Jeude en Ton Zuidema. Opvallend was dat de PVDB bij monden van Kalakreuk Wilderman bij aanvang van het gesprek meteen vroeg of D66 in een coalitie wilde deelnemen en of men wel vertrouwen had in de Partij van de Burgers. Deze vraag had te maken met het feit dat 4 jaar geleden de PVDB zich niet serieus genomen voelde bij de toenmalige coalitieonderhandelingen. Ondanks dat de partij toen van 1 à 4 zetels steeg, stond men bij die onderhandelingen vrij snel buitenspel. In welke coalitie zien jullie als meest wenselijk gegeven de verkiezingsuitslagen? Hij zou het uiteindelijk toch aan bod komen, maar in jullie geval zouden we graag daarmee willen beginnen. Ja, kijken naar de verkiezingsuitslag en naar de partijen die de meeste stemmen hebben ontvangen en komen heel eenvoudig weg dan aan de volgende PvdB, VVD en D66. Dat is onze eerste optie. We kunnen er wel omheen draaien, maar 4 jaar geleden rond deze tijd zaten we natuurlijk ook bij elkaar en spraken we ook met elkaar. En toen was er vanuit D66 nog niet het vertrouwen naar de PvdB als het gaat om de bestuurlijke capaciteiten van onze partij. En we zijn heel erg benieuwd hoe u daar nu op dit moment tegenaan kijkt. Want als je met elkaar gaat samenwerken, is dat toch wel iets wat je in dit geval ook open en eerlijk op tafel... Het is duidelijk dat hier iets ligt. Dat kunnen wij ons heel goed voorstellen. Ik moet er wel heel goed bij beseffen dat dat toen een besluit is geweest van 4 partijen. Die van D66 is eentje. En iedereen was het erover eens dat dat toch wijs was op dat moment om dat zo te doen. Dat had inderdaad ook met bestuurlijke ervaring te maken. Maar ook inhoudelijke zaken. Mm-hmm. Ja, want toen de tijd is echt met name gezegd dat er getwijfeld werd aan de bestuurlijke capaciteiten van de PvdB. En wij zijn wel benieuwd om hoe dan D66 in dit geval de afgelopen 4 jaar de samenwerking met de PvdB heeft ervaren. Ja. Het is toen een beslissing van 4 partijen geweest. De coalitie had op dat moment geen stem verloren, geen zetel verloren. Dus dat was een signaal voor ons om zo door te gaan op de ingeslagen weg. Als ik nu kijk naar jullie optreden, zeker van het laatste jaar, het laatste anderhalf jaar. En dan steken we altijd liever positief in, heb ik de partij en de vertegenwoordiging daarvan enorm zien groeien. Ik ga geen uitspraken doen over bestuurlijke verantwoordelijkheid of wat ook, want dat moet je nog waarmaken, dat moet je nog gaan laten zien. En goed, daar hebben we alle vertrouwen in. Dus we sluiten ook geen enkele partij uit wat dat betreft. Want het is ook iets wat je gaandeweg moet leren, met elkaar moet gaan doen. En je moet elkaar daarin in ondersteunen. Jullie willen ook in de komende periode jullie verantwoording nemen, oftewel deelnemen aan een nieuwe coalitie? Ja, zeker. We hebben de bestuurskracht, we hebben de ervaring en we vinden het buitengewoon interessant om weer in de coalitie deel te nemen. Ja. Een vraag van de PVDB was, en dan was het een terugblik op 4 jaar geleden, hoe dat proces toe ging. Toen waren jullie leading, dat gebeurde in beslotenheid. Ten opzichte van nu, hoe vind je dat zelf? Het is even wennen, het is nieuw. In ons gedachtegoed staat juist om dit ook zo te doen. Het is een andere tijd dan een aantal jaren geleden. Je moet met je ontwikkelingen meegaan en dit past wat ons betreft prima in de huidige maatschappelijke ontwikkeling. De vorige periode was een andere situatie. De coalitie had op dat moment geen zetel verloren in de verkiezingen. Er stond nog heel veel beleid uit en we moesten aan de slag daarmee en vonden het op dat moment voor Tiel het beste om het zo te doen. En nu verder? Ja, heel spannend. Vooral de volgende bijeenkomst kijk ik rijkhalsend naar uit. Ik ben benieuwd wat de bevindingen zijn van de Partij van de Burgers. En we hebben zin om aan de slag te gaan. Ja, je bent zelf ook aanwezig geweest bij andere gesprekken. Hoe vond je die verlopen? Een beetje zoals ik had verwacht. Vragen, antwoorden over de verkiezingsprogramma's, over wensen voor coalitie enzovoort. Maar ik heb ook wel gezien dat partijen echt wel een lijn willen uitzetten richting de komende 4 jaar. En dan is het interessant wat partijen vinden.
Ja, want dat, ik hoop dat daar de inwoner ook zijn informatie vandaan haalt. En dat vergelijkt met wat ze hebben gezien in verkiezingsprogramma's en dat leggen naast hun stemgedrag. En ja, je kunt daar denk ik al een lijntje zien naar de toekomst, naar de komende 4 jaar. De VVD ziet een coalitie met PvdA en PVDB wel zitten. Marcel Melissen, lijsttrekker van de VVD, we zijn eruit. Waaruit? De nieuwe coalitie. Die is er nog lang niet. Nee, maar goed, er is een uitspraak gedaan. VVD opteert voor een samenwerking met PvdA en PVDB. Dat klopt, dat hebben we gezegd. En als de rest dat ook vindt, dan zijn we er. Ja, als je de gesprekken goed beluisterd hebt de afgelopen weken, dan vinden die partijen elkaar minstens gezegd wel aardig. En opvallend was dat jullie het gevoel met D66 niet echt hebben. Nee, dat is wel belangrijk om het even goed te formuleren. Wat we hebben gezegd is dat wij het gevoel hebben dat het vertrouwen tussen de Partij van de Burgers en D66 niet optimaal is. Onderling vertrouwen. En waar komt dat gevoel vandaan? Nou ja, dat kwam eigenlijk al heel duidelijk uit hun eigen gesprek naar voren. Daar is dat ook aan de orde geweest. Ze hebben natuurlijk 4 jaar geleden, de PvdB kon niet meedoen. D66 was toen de grootste. Nou ja, die wrijving is altijd wel gebleven. En die kwam vandaag eigenlijk in hun eigen gesprek in alle volle breedte weer terug. Ja, en D66 gaf toen aan, die besprekingen waren toen anders. En dat was niet alleen wat D66 zei, maar alle partijen, de VVD was daar ook onderdeel van. Ja, maar daar ben ik het dus niet mee eens, want daar kun je ook gewoon keurig teruglezen in dat verslag, wat er destijds gemaakt is. Wij hebben toen helemaal niet gezegd dat de samenwerking met de PvdB niet aan de orde zou zijn. Wij hebben gezegd, voor ons is dat zeker bespreekbaar, maar moet je wel van tevoren goede afspraken maken. Dat staat er in dat verslag. Goed, dit gesprek, hoe is dat bevallen? Was wennen, moet ik zeggen. Ook best wel moeilijk. Wat maakt het moeilijk? Nou ja, omdat dat. Soms moet je bij de onderhandelingen niet, laat maar zeggen, alle kaarten neerleggen. En ja, en dat betekent dat je soms kaart even achter de hand houdt. En dat maakt een gesprek niet altijd makkelijk. Nee, en het was in de openbaarheid. Ja, dat klopt. Dat ging op zich prima. Daar wil ik verder ook niks over zeggen. Alleen het is wel helder dat wij niet alle kaarten meteen op tafel leggen. Goed, dat zal dan blijken in een toekomstige ronde. Er waren niet echt breekpunten, of er zijn niet echt breekpunten voor de VVD, wel jullie eigen verlanglijstje. Ja, dat klopt. We hebben geen breekpunten. Op dit moment is ook niet nodig. Nee. Als je ook kijkt naar de programma's, dan zit er ook niet zoveel verschil tussen. Karle Kruk Wilderman, een van de woordvoerders tijdens de coalitiebesprekingen. Hoe ging het? Nou, het was een enerverende week, Rini. We hebben gesprekken gevoerd met alle 8 partijen. En dat was in een hele open setting en dat is ons heel erg goed bevallen. Het waren ook allemaal prettige gesprekken. En gelukkig hebben we dat ook teruggekregen van onze gesprekspartners. Ja, als we even ingaan op de gesprekken van vandaag met D66. Jullie vroegen, is het vertrouwen daar? Hè? Dat was eigenlijk de kern. Ja, dat klopt. Ja. Kijk, iedereen weet natuurlijk dat we 4 jaar geleden een beetje valse start hebben gemaakt. En ja, daar kan je het er niet over hebben, maar je kan het ook gewoon op tafel gooien. Voor diegenen die dat niet weten, wat was die valse start? 4 jaar geleden waren wij natuurlijk de grootste stijger. We stegen van 1 zetel naar 4 zetels. De grootste winnaar eigenlijk. En we zijn toen vanuit de D66, die toen de grootste partij waren, en niet uitgenodigd om vervolggesprekken te voeren. Zei nu van ja goed, wij waren niet de enige die dat wilden. De setting was toen anders. VVD ageerde daartegen. Met wonder van Marcel Melissen, die zei dat ook weer anders was. Oh, dat heb ik niet gehoord. Ik heb Marcel Melissen wel iets anders horen zeggen. Dat hij twijfelde aan het vertrouwen tussen beide partijen. Kunnen we daaruit concluderen dat D66 even een pas op de plaats moet maken? Nou, wij hebben ook een goed gesprek met hen gevoerd. Waarbij we inderdaad een open en eerlijk gesprek zijn aangegaan. En ik denk dat het ook goed is. Want samenwerken, dat doe je op basis van vertrouwen. En dan moet je daar ook met elkaar over praten. Ze hebben 4 jaar geleden getwijfeld aan onze bestuurlijke kwaliteit. En we hebben hen gevraagd hoe zij de afgelopen 4 jaar hebben samengewerkt met de PvdB. En of dat daar iets veranderd is. Even een schot voor de boeg. PvdB, PvdA, VVD?
een schot voor de boeg als in zeiden dat het, dat zou jouw gewenste coalitievorming zijn? Nou, is gewoon wat ik concludeer na hier 3 dagen geweest te zijn. Nou, ik denk dat dat nog iets te snel is. We hebben volop huiswerk nu. Hè. We hebben 8 gesprekken gevoerd. Dat huiswerk, dat gaan we meenemen, dat gaan we bekijken. Dat gaan we nou naast elkaar leggen. We gaan ook goed kijken naar ons eigen verkiezingsprogramma. En dan gaan we kijken welke partijen het beste bij ons passen. En daar gaan we vervolggesprekken mee voeren. En het zal niet met 1 partij zijn, maar dat zal met meerdere partijen zijn.